Dag Hans, beste wensen. Beste wensen. Het jaar 2024 is begonnen en het wordt een boeiend jaar. We hebben verkiezingen die eraan komen bij ons, in Europa, in de VS, in Rusland, in India en nog een heel pak andere landen. Laten we bij het begin van het jaar toch maar eens kijken hoe de wereldeconomie ervoor staat en wat we mogen verwachten. Wat zie jij vandaag op het economisch plan? Een groeiplaatje dat toch nog altijd vrij mager oogt, hè. Dus dat zie je toch aan de vertrouwensindicatoren. Maar anderzijds lijkt dat scenario van een zachte landing, zoals we dat eigenlijk al lang naar voren schuiven, wel bewerkstelligd te worden. Dus voilà, we zullen zien hoe dat evolueert. Maar vandaag de dag, ondanks de forse verstrekkingspolitiek, ondanks de wijde geopolitieke problemen die er zijn, ja, heeft die economie kunnen standhouden. Een arbeidsmarkt die echt wel goed blijft presteren. En tegelijkertijd hebben we ook die inflatie fors naar beneden zien komen. Dus dat ligt eigenlijk in het plaatje zoals we dat voor ogen hadden begin vorig jaar. Dus wat dat betreft ben ik een gelukkig man. Je verwijst naar de geopolitieke context en naar de gedaalde inflatie. Anderzijds, heel veel geopolitieke onrust op dit moment. Dat houdt toch een risico in dat de inflatie weer gaat stijgen of dat er misschien een recessie aankomt? Ja, dat gaat altijd gepaard met de onzekerheid natuurlijk. Maar die geopolitieke onrust, instabiliteit, dat is eigenlijk al ja, wat we veel langer in ogenschouw nemen. Dat maakt eigenlijk, om zeg eens, deel uit van het structurele economische wereldbeeld dat we hebben. Het vormt als het ware de bedding, net zoals die bedding ook gevormd wordt door de digitalisering van de economie, de klimaat- en milieuproblemen, de vergrijzing van de samenleving. Dus het is het structurele. Maar het water, de objecten die op die rivier drijven, dat wordt nog altijd uitgemaakt door ja, de vraag, de investeringsappetijt van bedrijven, van gezinnen, budgettaire politiek, monetaire politiek en het inflatievraagstuk. Ja. En zo komen we automatisch eigenlijk bij de rol van de centrale banken, Hans. Er wordt al een tijdje gespeculeerd op renteverlagingen dit jaar. Wat verwacht jij? Komen die er effectief aan? Die komen er allicht aan. Altijd met twee woorden spreken hier. Het zal vooral afhangen nog van cijfers die we zullen binnenkrijgen. Economische groei, inflatie. Maar ik denk het wel. Dat is ook volledig in lijn met het scenario zoals we dat naar voren schuiven. Of dat überhaupt al in maart gebeurt, of die eerste renteverlaging dan al komt, ja, dat is een beetje koffiedik kijken. Maar het zal wel gebeuren. Nu denk ik ergens juni. Maar nog belangrijker is allicht de vraag met hoeveel zal die beleidsrente dan dalen in de volgende kwartalen. Ons scenario logischerwijze volgend kom je dan uit bij 200 basispunten die eraf gaan, zowel in Amerika als in Europa qua beleidsrente betreft. Dit is een context, Hans, die in principe gunstig is voor de financiële markten, maar anderzijds, eind vorig jaar hebben we gezien dat die markten wel goed presteerden. Is er dan nog ruimte voor verdere groei, voor goed nieuws? Ja, ik denk het wel. Er zit nog iets in de pijplijn, denk ik. De citroen is nog niet helemaal uitgeperst qua rendement. De rente kan nog wat dalen. En voor aandelen is het zo dat weliswaar ja, al een zekere voorafname is gebeurd vorig jaar, zeer zeker. En ook de bedrijfswinsten die ogen eigenlijk niet zo fantastisch. Dat is in lijn met het economische conjunctuurplaatje dat we schetsen. Maar het verleden leert daar wel dat één keer centrale banken die rente beginnen verlagen, dat aandelenmarkten daar nog wat op verder kunnen surfen. Dus in dat opzicht denk ik nog wel dat er iets mag verwacht worden. Wat betekent dit voor de portefeuilles van de Groof Peterkamp? Welke accenten leggen jullie nu bij het begin van het jaar? Ja, dus ik denk vooral selectiviteit dat daar geboden is. Hè. Dus dat is echt wel het kernwoord. Aandelen en obligaties zouden een oké jaar moeten hebben. En bij obligaties denken we dan in de richting van bedrijfsobligaties, ook obligaties van een aantal opkomende landen. Daar houden we dan de munt goed in de gaten. En zelfs ook een beetje high yield, hè. Maar altijd weer in combinatie met dat oog voor risico dat we belangrijk achten. Op vlak van munten denken we dat de dollar toch een belangrijke component blijft als diversificator. En dan de Japanse yen, die zou toch ook wat moeten kunnen appreciëren. Hans, we houden het zeker verder in de gaten in de loop van het jaar. Tot binnenkort. Tot binnenkort.